FC Emmen mist een paar belangrijke spelers. Michael Kieftenbelt is geschorst en verdedigers de Wierik, Schouten en Burnett zijn geblesseerd. En dus vallen er gaten achterin en daar maakt Jong Ajax gretig en goed gebruik van. Kaloko met zijn eerste in het betaalde voetbal schuift hem in de verre hoek. En Jan Hoekstra, keeper van FC Emmen, een metertje of twee lang, maar hij kan er niet bij ballen bij. De verre hoek zijn voor hem af en toe wat te machtig. Want ook deze heeft hij niet, Mike Gods. En zo staat Jong Ajax dit seizoen nog puntloos. En eens met 2-0 voor tegen FC Emmen. En dan tekent een, nou ja, sensatie, een verrassing zich af. Dan gaat Emmen wat wisselen en moet dat dan in de tweede helft gaan gebeuren. En dat lukt. Zetver geeft de kans aan Ubbink. Scoorde al wel in Kazachstan, Slowakije, Polen en Roemenië. En heeft ook zijn eerste Nederlandse goal te pakken. Had natuurlijk nooit gemogen als Zetvert een beetje fatsoenlijk had gekiept. 2-1 Emmen terug in de wedstrijd. En dan blijven ze er dus terug in geloven. Is dit Brouwer? Speelde vandaag rechtsback, maar is eigenlijk rechtsbuiten, zo u ziet. En dit is prima gelopen ook van Ben Scholten. Die maakt zijn derde van dit seizoen. En dan staat het gelijk 2-2. Dit zijn de meegereisden uit Zuidoost-Drenthe. Goed werk van Scholten na voorbereidend werk van Brouwer. Dan is dit de corner. We zitten in de 82e minuut. En dan wordt hij hier keurig teruggekopt. En weer is daar Ben Scholten. Met zijn tweede van de wedstrijd, zijn vierde van het seizoen en de voorsprong voor Emmen. Die dus die achterstand helemaal heeft weten om te buigen. En dan moet het antwoord komen van Jong Ajax. Is dit een kopbal en die gaat dan op de hand van Julius Dirksen. Vinden ze bij Jong Ajax. Blijkt het niet te zijn, want hij gaat op de borst van de voormalig speler van Ajax overigens. En dus is het 2-3 nog steeds. Dan Ubbink laat ze heel makkelijk aan de kant duwen. En dan weer een schot van buiten de 16. En weer heeft Hoekstra daar geen antwoord op. Derde goal van Jong Ajax. En dan is dit ook meteen de eindstand. Spectaculaire wedstrijd op de toekomst. Geen winnaar, behalve het publiek misschien. 3-3. Dit bereikt het eindsignaal van de scheidsrechter. Dank jullie hartelijk.